Jongens, dames, heren. Appels in every koosje. Welkom bij weer een nieuwe Content Veen video. Oh my god. Vandaag heb ik een lange vaartochtroute achter de rug over mijn meertje. Waar nou niet echt veel gevaren kan worden, want er is niet echt een in- of uitgang zoals je hier gedemonstreerd ziet. Maar dat maakt niet uit. Wat leuk dat jullie weer bij deze nieuwe video zijn. Vandaag wil ik jullie een klein kort verhaaltje vertellen. Abonneer. We willen 200.000 abonnees voor het einde van het jaar. En met we bedoel ik. Dat wil ik heel graag. Nee jongens, dat was niet het verhaaltje. Zoals jullie kunnen zien is de haven hier best wel kaal. Er mist daar nog een huis. Een pleintje daar is nog lang niet af. René! Maak je huis nou eens af. Het duurt lang. Potjan, dikkidori. Maar vandaag wil ik deze aflevering beginnen met een prachtige timelapse over hoe ik de haven hier een beetje versier. Misschien zelfs het laatste huisje bouw. Misschien zelfs dat pleintje erbij bouw. Ik ben waarschijnlijk veel te ambitieus. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. In 3, in 2, in 1. Vergeet niet te liken. We zijn klaar met de timelapse. En Jultemax vraagt mij, where are you? Ik sta boven op de toren, Julian. Kom eraan. Ik heb aan Julian namelijk beloofd dat ik hem een van deze huisjes ga geven. En hij is op me aan het wachten. Maar jongens, wat heeft deze timelapse ontzettend veel tijd gekost. Je zou zeggen, maar het valt toch wel mee wat je allemaal hebt gedaan? Ja, maar elk klein detailje is toch best wel een duur. Kijk hoeveel trapdoors er alleen al in zitten in dit bouwwerk, jongens. En hier allemaal aparte details. En dat gebouw daar. En die fontein. En weet ik wat allemaal. Het heeft best wel veel tijd gekost. Dat oog is trouwens echt lelijk. Die moet echt weg. Het verpest heel de sfeer van dit, dat er ineens zo'n oog vliegt. Maar ik ben wel zo blij met het resultaat. Ik bedoel, als je alleen al hier loopt en je gaat zo de haven over, dat is toch gewoon gezellig, jongens. Wat een gezelligheid allemaal hier. Er zijn kraampjes die nu geclaimd kunnen worden door andere mensen. Er zijn nog een kraampje die geclaimd kan worden. Een mooie hijskraan hier is zo. Weet ik wat, maar als het goed is, is Julian hier ergens. Maar ik weet alleen niet waar. Hallo, hoor je. Je hoort me? Ja. Waar ben je? Hallo. Hallo. Waar ben je? Oh! Hoe kom je daarin? Wat heb je gedaan? Ik ben heel goed in verstoppen. Ja, alleen ik zie je hoofd er doorheen. Dat is dan weer net jammer. Kom maar uit. Die moet trouwens weg, deze. Hoppakee. Nee, wat vind je van de nieuwe versieringen hier? Ja, ik vind het mooi. Mooi gedecoreerd. Ja, hè? Ik zag net al dat jij muntjes in de fontein ging gooien en hoop dat je een wens uitkwam. Ja, dat hoop ik ook, ja. Wat was de wens? Koning worden. Nee, hou op. Dat gaan we niet nog een keer doen. Nog een keer. Ik bedoel, dat gaan we niet doen. Je zal nooit koning worden, dat weet jammer. Je. Jammer. Hey, maar ik zie dat je... Dit is jouw kraampje. Je hebt hem verplaatst. Je geocache. Ja, cash. Geocache. Geocache. Maar wat is dat, geocache? Ik heb hier een mooi boekje. Geocaching. Speciaal voor mensen gemaakt die het niet speciaal weten. Voor mij bijvoorbeeld, dat ik niet weet wat geocaching is. Dus die kan ik zo meteen even lezen. Geocache is eigenlijk een soort van schat zoeken. Oh, oké, dat klinkt leuk. Dat klinkt serieus heel leuk. Dat ga ik zo meteen doen. Maar, voordat we daarmee gaan beginnen. Je mag in deze straat wonen, vind ik prima. Maar, op één voorwaarde, is dat je af en toe even hier dit op deze hoogte afhakt. Dat het weer zo eruit ziet. Lijkt een beetje op een groene douche. Een groene douche. Het is een douche voor Fred. Ja, het is van groen. Maar je mag een huisje uitkiezen.
En dan mag je hem zelf inrichten zo. Je hoeft niet ervoor te betalen. Ik bedoel, je mag hem gewoon hebben. Dat vind ik prima. Okay. Maar sommige zijn al bezet. Er zijn al twee bezet. Dus je mag er eentje kiezen. Deze is van Fred. Deze is al bezet. Die hiernaast is ook al bezet. Deze is van Frank. Frank, de FBI-agent. Deze is nog vrij. Maar dit, ja, dit kan je ook een restaurant... Oh, zou jij een po-restaurant willen maken? Po-restaurant? Ja, dat jij hier je restaurant van maakt. Zou ik een restaurant maken? Ja, kijk, ik heb hier allemaal van die dingetjes neergezet. Dan kan ik al lekker zitten zo hier. Dan zou ik een keertje gewoon hier bij je komen en dan gezellig wat willen eten. Weet je, eten willen bestellen ja, hier. Lekker, lekker. Ja? Po's Pizzeria, dat is Po's Pizzeria. Maar dan mag je hier een restaurant van maken. Maar ik weet niet of je hier ook wel wil wonen. Je mag ook gewoon zeggen, ik wil dit als restaurant en ergens anders wonen. Ja, je kan ook gewoon de onderste, het restaurant, en dan boven is mijn huis. Boven zou jouw huis zijn dan. Ja, dat kan je doen. Je hier woont, dat hier je slaapkamer is, hier je opslag en zo. Maar je mag ook wat mij betreft echt gewoon hier een restaurant van maken. En dan zeggen, nee, ik wil daar wonen. Dat kan ook. Dan heb ik gewoon meer huis. Meer ruimte. Meer ruimte, inderdaad. Want dit bijvoorbeeld, dit huis hier is denk ik wel een van de grotere, deze. Die witte. Hier zit namelijk echt best wel wat ruimte. Je hebt deze verdieping hier en dan ook nog eens deze hele grote verdieping. Yo, zie. En? Weet je al wat ja, je doet? Ja, dat is wel een mooi huis, mooi huis. Ja, ja, mooi hè. Sommige zijn wat kleiner, sommige zijn wat groter. Maar kies jij lekker hier, doe je dingetje. Je mag daarvoor je restaurant maken. Post pizzeria. En hier, ja. Gelukkig zijn ze niet zo duur vergeleken met Nederlandse prijzen. Dus ze zijn gratis. Maar dat zeg ik, ja. Het enige wat je moet doen is af en toe even de tuin hier onderhouden. Ja, klopt, ja. Maar hebben we een deal dan? Ja, we hebben een deal. Kijk, dit vind ik helemaal goed. Dan ga ik jouw geocaching doen. Dan zou ik zeggen, ja. richt een van je huisjes in. En maak een restaurantje, ja. De Post Pizzeria. En ik wil ook graag dat hij thuisbezorgd komt. Dat ik ook gewoon vanuit mijn kasteel kan bezorgen kan krijgen, okay. Weet je? Ik wil even zo'n oranje pakje aan. Dat is goed. Oké, dan ga ik je geocaching ga ik doen. Sommige zijn wel echt lastig, dus... Ja? Nou, ik ben benieuwd. Ja, je kan me om hulp vragen, ja? Oké, okay, wanneer ik hulp nodig heb, zal ik je bereiken. Via thuisbezorgd. Ja, via thuisbezorgd. Goeie reviews. Ik zag goede reviews achterlaten. Oké, jongens, laten wij eventjes de uitleg van geocaching lezen. Voor de mensen die het nog niet snappen, ik ook niet. Spannend! Geocaching is eigenlijk een soort van schatspeuren. Je zoekt in de natuur naar een schat die ligt verstopt meestal... Oh mijn god. Julian, gebruik komma's en punten. Het is moeilijk lezen zonder komma's en punten. Meestal is het makkelijk, meestal niet. Oh, daar is een puntje. Als je de schat vindt, dan krijg je een prijs. En meestal leg je dan ook weer wat terug. Good luck. Als je vragen hebt, vraag maar. Oké, okay, nou dat is het dus. Het zijn gewoon schatten die verstopt liggen. En dit is de uitleg. De andere uitleg. Je hebt 5 verschillende klassen. Makkelijk, normaal, moeilijk, expert en ultra. Oeh, ultra spannend. Kies een... kies een cache en neem het boekje mee. Zodat ik en andere spelers weten dat jij bezig bent met het spelen van die cache. Leg 4 diamonds in de uitlegchest en neem het cacheboekje mee. Daarin staat de coördinaten van de plek, je vliegt erheen. Meestal staat er op die plek een chest, barrel of sign. Op dat moment druk je op F3G, dan staan alle chunks borden zien. De cache ligt altijd in de chunk van de koord. Oké, dus dan moet ik naar de coördinaat toe gaan. F3G, dan komt er een soort vierkantje in beeld. En dan in dat vierkantje ligt blijkbaar de schat. Of hetgene wat daar geplaatst is. Je kan altijd bij de shulkerbox komen zonder te hakken of te bouwen. Als je de cash gevonden hebt, mag je de prijs meenemen. Graag laat ook nog een kleine beloning achter in de shulkerbox voor de volgende speler. Anders maak ik geen winst en moet ik het telkens bijvullen. Oké, dan zou ik dus ook een eigen schat mee moeten nemen. Graag niet de shulkerbox meenemen. De prijzen verschillen van moeilijkheid. Ik zal beginnen bij makkelijk of normaal. Dan weet je hoe het werkt. Dat ga ik zeker doen. Als je de cash niet kan vinden, laat het mij even weten. Soms staat er Hinden. Is het niet Hinten? Hinden. Hinden in het boekje. Hinden. Ik wens je heel veel succes. Heb er best veel tijd in gestoken. Als je de cash goed vond, mag je ook een fooi achterlaten. Hoeft niet, moet wel. Hoeft niet, moet wel. Oké. Okay. 4 diamonds moest ik dus betalen voor de cash. En makkelijk. Laten we beginnen met makkelijk. En dan laat ik even, zelfs als gunst hier voor Julian, een... hier plaatsen we een ender chest. Waardoor mensen altijd makkelijk kunnen betalen. Oké. Okay. Geocash. Prima. Oh, dan moet ik wel die trouwens meenemen. Wat doe ik stom. Zo. Heb ik 4 diamonds betaald en dan... Beginnen we met makkelijk. Cash makkelijk. De cash chunk koorts liggen op min 250 en min 1207. Dat is in de buurt. Laten we er even heen vliegen. Dat wordt een leuke lange vlucht. Hé, hier staat een bordje. Wat is dit bordje? In deze chunk is cash expert. Expert? Moet je dan in de bergen zoeken? Maar gelukkig heb ik die niet. Ik heb de makkelijkere. Makkelijkere. Makkelijke. Iets makkelijker. Is dit hem? Wat is dit? Nee, dit is de muur. Wat waren de coördinaten nou? Min 250 en 1200... Ah, ik moet meer die kant op. Hier ergens zal die zijn. Er zijn katten en een kip. Hallo, poesjes. Rennen. Kip mag dood. Nee, grapje. Kip, ik ga niet doodmaken. Ik deed het toch.
Oké, hier ergens. Oh, hier is het bordje. Kijk, maar het is wel donker, dus laten we even slapen eerst. Hier is de cache makkelijk. Oké, dus nu zou het betekenen dat hier ergens een shulker box is in deze chunk. Dan zou ik F3G moeten doen. Kijk, krijgen we de chunk hier te zien. Ergens in dit vierkantje moet een shulker box zijn. Zou het in het water hier zijn? Dat zou heel makkelijk zijn. Ja! Ja, dat is hem ook nog eens! Oh, ik heb hem gevonden! Huh. Oh, maar deze. Wat is de schat? Wat is de schat die ik heb gevonden? F3G. Een enderpearl. Een music disc 13. Wat gouden ingots. Ook graag een beloning terug doen voor de volgende. Oké. Dat snap ik. Wat voor beloning heb ik toevallig bij me nu? Een pufferfish. Laten we zeggen 32 bottle of enchantments. Een boekje met knockback 2. Laten we wat vuurwerk erbij doen. Zo, hoppakee. Doen we wat vuurwerk erbij. De diamonds ga ik er niet bij doen, want die heb ik net verdiend. Dus het zou stom zijn als ik die dan weer inlever. Zou een beetje tegenstrijdig zijn. Dit papiertje doen we sowieso terug. Doen we zo. Doen we hier een stack. Hier een stack. Bottle. Zo. En dan, laten we zeggen, doen we die er ook nog bij. Er moet nog één dingetje erbij. Ja, weet je wat we doen? Die andere bottle of enchantments doen we er ook wel bij. Hier doen we het zo. Hoppakee. Dit is de prijs die ik achterlaat voor de volgende. Makkelijker is eigenlijk wel dat de volgende, die kan gewoon mijn video's zien. En die weet dan precies hoe en wat. Die weet precies hoe en wat. Die weet wel gewoon waar het ligt. Nou, Julian, ik heb level 1 makkelijk gehaald. Ik denk dat we dan door kunnen naar een moeilijker level. Dat kost wel weer 4 diamonds. Maar ik heb wel een leuke prijs. Ik heb een music disc. Die wil ik even afspelen. En ik weet dat op Fred zijn graf hier, daar staat een jukebox. Dus laten we even naar zijn graf toe gaan en daar muziek afspelen. Wat is dit? Wat heeft dit te zeggen? Ah, eerlijk gezegd past het wel op het kerkhof hier. Ik bedoel, grimmig en grauw, maar... Ik vind het een beetje eng. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Laten we maar uitdoen. Laten we maar uitdoen. Moet ik het boekje dan terugstoppen? Ik denk dat ik het boekje terug moet stoppen, hè? Het boekje makkelijk. Want ik heb er een nieuwe prijs in gedaan. De coördinaten moeten zijn natuurlijk nog steeds hetzelfde. Hier, laten we hierheen gaan. Zo, dan gaan we deze. Zo, makkelijk is gedaan. Laten we nu een normaal niveautje kiezen. Dan moet ik weer 4 betalen. 1, 2, 3, 4. En hoop ik dat deze prijs ook wat beter is. Zo. Jongens, reageer allemaal even. Julian, dankjewel voor het schatzoeken. We houden van je. In de reacties. Maar we houden van je op een vriendschappelijke manier. Niet op een gekke manier of zo. Terwijl je toch aan het reageren bent, like even. En abonneer. We hebben bijna 200.000 abonnees. Ik bedoel, het zijn er nog best wel meer dan 20.000. Maar bijna 200.000 abonnees. Bam! Dit zijn het aantal abonnees dat we hebben. En voor de mensen die het zich afvragen, de afgelopen paar video's zijn geëdit door Justin. Omdat mijn normale editor Sebastian is op vakantie. Dus opa Gerard, die edit nu mijn video's. Dus bij deze, een kleine boodschap namens opa Gerard. Hoi, ik heb nog 2 bloemkolen nodig, een paar sinaasappels en een zakje chips. Ja, dat is mijn boodschap. Doei. De coördinaten zijn -489 en -1300. Good luck. Hij zit bovengronds. Oké, maar laat ik dan eerst even een leuke prijs meenemen voor de volgende. Dat is denk ik wel leuk. Dat ik daar wel iets leuks achterlaat, weet je. Zo, ik heb een prijs meegenomen. Die ga ik jullie zo meteen pas laten zien. Maar laten we eerst naar de coördinaten gaan. Oké, dat is best wel een eindje vliegen. Spannend weer. Ja. Zo, wow, dit ziet er echt mooi uit vanaf hier, dit. Damn. Maar goed, naar de locatie. We zijn aan het vliegen. De stad verdwijnt achter mij. Oh, het blijkt echt gewoon hier te zijn. Ergens bij mijn poort. Bij de ingang in de buurt. Maar waar is het bordje? Waar is het bordje? Ik moet op de goede locatie staan. Hier ergens moet het bordje staan. Oh, daar, ja! Kijk, hè? Het is een barrel deze keer. Het is geen bordje nu. Oh, dus dat betekent dat hij al iets moeilijker is. Oké, maar wat zit er in de barrel? Succes, staat er. In deze chunk is cash normaal. Oké, dan zit ik goed. Dus dan moet ik nu F3 geven. En dan kan ik weer de chunk in. Dan kunnen we weer deze normaal... Oh, succes er weer in doen. Oké. En dan hier ergens is hij. Hij zegt dat hij bovengronds is. Dus binnen dit vierkantje hier. Ik denk onder deze paddenstoel. Ik denk legit. Dat zou een hele goede plek zijn. Niet eens. Wat een gemiste kans. Maar waar dan? En het is bovengronds, is mij verteld. Het is zeker bovengronds. Oh. Oh, nee. Niet eens. Wow, wat is deze goed verstopt dan? Als hij bovengronds is. Zit hij tussen de blaadjes? Dat zou nog wel eens een goede kunnen zijn. Oh, wacht eens even. Het gaat hier naar beneden. Eerst even dit controleren. Ik moet wel binnen het vierkantje blijven. Hier gaat het nog naar beneden. Daar heb ik niet over nagedacht. Ook al is dit wel half ondergronds. Het kan. I mean... Nee, dit gaat te ver ondergrond. Dit gaat alweer te ver ondergronds, denk ik. Het is gewoon echt schat zoeken, jongens. Ik vind het serieus heel leuk. Ik vind het echt heel leuk bedacht van Julian. Waarschijnlijk, wat hij zegt, ken je het niet. Dus dan zal het wel een bekend iets zijn. Maar ik heb het nog nooit gedaan. Ik vind het leuk dat hij het toevoegt. Maar waar is... Oh... Oh, dat ziet er verdacht uit. Nou, ik kan het gewoon niet vinden. Jongens, ik was heel even snel naar beneden lopen. Voor jullie is de knip echt heel raar. Ik was even drinken pakken.
En ik wil wegvliegen. En ik ging dood. Dus vandaar dat mijn XP ineens level 0 is. Ik weet niet hoeveel XP ik net had, maar het is nu weg. Heel stom. Maar ja, kan gebeuren. Laten we in ieder geval dat ding nou eens vinden. Want ik heb geen idee waar die is. Ik ben gewoon dood gegaan buiten mijn opname. Ik zet 2 seconden mijn opname uit om heel even naar beneden te lopen. Ik kom terug. Dood. Waar is dat stinkdingetje? Oh mijn god, hij zat daar. Ik snap hem. Ik snap hem. Hij zat zo... Wow, wat een goede plek. Hij zat hier verstopt. Oh my days. En dit is de prijs die ik op kan halen. En dan moet ik een nieuwe prijs achterlaten. Laten we dan even kijken hoor. Ik heb een leuke prijs achter kunnen laten. Amethyst, amethyst. Slime, slime. Die, 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 die. Kijk, dit vind ik een leuke prijs. En dan is dit mijn nieuwe... Dit is wat ik zeg maar allemaal inmiddels heb verzameld volgens mij. Even kijken. Ik weet niet meer wat ik heb verzameld. Weet je wat? Het is allemaal mooi. Julian? Ja? Is dit goed? Is dit goed gekeurd als nieuwe prijs? Ja, dat vind ik wel goed. Dat is goed gekeurd. Oké, top. Ik heb van alles... ik stop dat ook plezier in wat ik allemaal krijg. En dan moet ik het boekje moet terugstoppen, toch? Ja, boekje moet je terugkomen. Stop voor de volgende. Ja, die moet terug in de kist. Ja, oké. Dat gaan we doen. Nou, laten we dan even een moeilijkere doen nog. Tot slot. Gewoon echt even een moeilijke. Oké, kijk. Dan hebben we die hebben we ook gedaan. Moeilijk, welke expert en ultra. Ik heb 2. Ik heb een makkelijke en een normale gehad. Die wil ik eigenlijk moeilijker welke doen. Welke was die makkelijke? Waar ik de diamond boven heb. Ja, maar ja, ik weet niet allemaal precies. Oh, die zat daar boven op de berg. Die zat in de waterval. Oh, die. Yeah, ja, oké. Nu ga ik een moeilijke doen. Zo. Dan moeten we weer 4 diamonds betalen. Hoppakee. En dan hebben we weer coördinaten. Nou, dan ga ik weer. Nou, dat zou betekenen... Ik heb de coördinaten rechts opgeschreven dat het hier ergens is. Oh, mijn god. Nee, zeg maar niet dat het... Ah, ik val. Ik val nog een keer. Oh, wat zijn die dingen vervelend. Het moet hier ergens zijn. Klopt dat? Ja, hier ergens. Deze kant op. Ik zou geen tips geven. Behalve als je er echt om vraagt. Nee, oké. Okay, nee. Ik ga ook niet om tips vragen nog. Oké, okay, eerst moet ik weer de barrel of the sign vinden. Daar. Ja, die staat daarboven. Ja, zie hem. Inderdaad. Oké. F3G. Dat betekent dat het in deze chunk is. Je kan het. In deze chunk bevindt zich cash moeilijk. Succes. Weet je het niet en wil je een tip? Kijk dan de volgende bladzijde. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Oké, dus ergens in deze chunk bevindt zich de volgende schat. Die vorige die was echt goed verstopt, moet ik zeggen. Ik heb behoorlijk veel shulkers staan. Verspild. Gewoon... Ja, verspild, ja. Nice. Oké, ik ga... Hij zegt, er stond dat ik ook in het water kon kijken. Oh, deze chunk te ver. Deze kan zich ook in het water bevinden. Alle gangen naar de grot heb ik afgesloten. Oké. En dit is een level moeilijk, jongens. Dus ik ben benieuwd. Ik heb zo'n gevoel nu al dat het... Hoppa, ik doe even deze af of zo. Dat het hier of zo hangt, weet je? Dat ik hier omhoog moet klimmen en dan... Nee. Maar dat vind ik wel een goeie om dat te doen. Hier of zo, weet je? Dat ik hier omhoog moet klimmen. Hij blendt sowieso weer mooi in. Net zoals net. Net was hij ook mooi, helemaal mooi met de rest gemengd. Oh mijn god, hij kan echt helemaal hier onder water liggen. Je hebt alle grotten afgesloten. Dat is top. Dat maakt het al ietsjes makkelijker. Laten we hier even ademen. Hier, wacht. Wat is dat? Oh, je hebt een goed helmpje of zo? Ja, dat is Aqua Infinity. Ah, kijk. Dus dan kan ik heel lang onder water ademen, zeker. Oeh, hier kan ik ook nog helemaal in. En dit valt nog in deze chunk. Dus... Nee, hier is hij niet. Ofwel? Nee, volgens mij niet. Ik vind het wel leuk gedaan. Dat ik ze helemaal moet gaan zoeken en zo. Het is wel echt heel leuk gedaan. Zie dat er veel tijd... Oeh, wat is dit? Oh. 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 Ha, je dacht dat dit het was. Dit is het ook gewoon niet. Dit is het ook gewoon serieus niet. Nee. Oh, dan moet ik hier ook nog uit. Oh, jij hebt van die snelle waterschoentjes. Nee. Oh, mijn god. Nee, ik heb ze wel. Ik ben zo hard geprankt. Dit was het gewoon niet. Je hebt me geprankt. Ik denk wel echt dat het in het water is. Want je hebt niet voor niks al dat water hier zo. Hey, wat is dit? Oh, ik dacht even dat ik iets had. Maar dat was gewoon een dinkplaat. Hij kan ook boven liggen, hè? Ja, hij kan ook boven water, maar... Ik ga eerst onder water checken. Hij kan inderdaad ook gewoon nog steeds boven water liggen, maar... Maar waar? Dit is de goede vraag. Maar waar, oh waar, oh waar... Oh, dit is te ver. Niet op een... Maar dat had echt wat geweest als je hem op zo'n bamboe deed. Ja, misschien is wel een heel bruine shulkerbox. Dat hij gewoon mengt met de vloer. Oh, dat zou het zijn. Dat ik hem gewoon eigenlijk al gezien heb, dat ik er overheen ben gelopen. Of niet. Nou, of niet. Oké, weet je, ik ga je tip lezen. Niet jouw tip hier vertellen, ik wil je tip lezen. Wat is de tip? Tip water, shulker. Kijk, het is wel in het water. Oplichter. Mij een beetje naar boven sturen. Maar waar in het water is de goede grote vraag. Ik heb voor mijn gevoel overal al gezocht. Maar blijkbaar... Je bent wel eens een keer dichtbij geweest. Ik ben 1 keer dichtbij geweest. Ja, je bent 1 keer. Oké. Hier? Nee. Wat heeft dit rare blok hier ineens? Nou, waarschijnlijk niks. Maar ik ben hierin geweest. Dat was het niet. Ja. Dat was een prank. Jazeker. Dat was... Huh? Hoezo jazeker? Ik ga gewoon nog 1 keer hierin checken. Als het hier wel in zat, dan voel ik me echt genaaid.
Dan voel ik me echt genaaid. Als hij wel hierin zat. Maar hij zit hier niet. Dan ben ik hier voor saus weer ingegaan. Oh, maar deze. Huh? Oh, ik dacht even dat hij hier zat. Ik schrok al. Ik denk, zit hij nou gewoon hier? Maar nee. Ik vind het echt heel moeilijk, jongens. Ik ben hier al zo lang aan het zoeken. Naar dat stomme ding. Ik ben al zo lang aan het zoeken naar een chocobox. En ik kan hem gewoon niet vinden. Laat even weten in de reacties als jij hem al gezien hebt en mij ontzettend blind vindt. Want dat zou eens heel goed kunnen. Dat ik ook gewoon slecht ben in zoeken. Want ik kan het gewoon niet vinden. Julian, oh. Ik heb een hint nodig. Ik kan hem gewoon niet vinden. Julian's microfoon is stuk. We horen Julian blijkbaar niet meer. Dus we kunnen ook niet meer om een hint vragen. Oh, ik had microfoongevoeligheid aangepast. Dus oh. Ik moest heel hard schreeuwen waarschijnlijk. Ah, ik heb wel echt een hintje nodig, want ik kan het gewoon niet vinden. Ja, oké. Okay. Hij is echt moeilijk. En dan vraag ik me af wat expert en ultra is. Als ik deze al niet kan vinden. Ja, oké. Okay. Je bent er 2 keer langs geweest. Ja. En... Is het onder water? Je moet er onder water heen. Je moet er onder water heen? Ja, en dan is het droog. Ja, maar dat was dit. Hier ben ik al geweest. Ja. Nou, en hier is niks. Deze is leeg, die chocobox. Nee. Dit is het niet. Misschien wel. Haha, nee, dit is het toch helemaal niet? Heb je ooit van een glitch, van een sugar glitch? Oh mijn god, wacht, nee. Oh, dat meen je, wacht. Nee! Waarom was het hier? Oh mijn god, het was wel hier dus. Oh, ik kon het ook al gewoon niet vinden. Ik voelde me al zo dom. Ik denk, ik ben overal geweest. Maar je moet er inderdaad opstaan. En dan die shulker kliks duwt je naar beneden. Oh, dit is best wel een goede prijs. Ja, het was ook erg lastig. Dus. You did it. Ga via deze trap weer omhoog. Kijk, deze was moeilijk, ja. Oké, nu moet ik even kijken wat ik achter ga laten. Je moet wel even rijkdom teruggeven. Ja, rijkdom. We gaan rijkdom teruggeven. Wat is rijkdom? Mag ik zo ook mijn helmet weer terug? Ja, je mag je helmet terug. Hier, dit is mijn prijs die ik teruggeef. 4 diamonds. Heb ik 1 diamond winst. Zo en dan zo. Doen we zo, zo en dan zo. Is dit een goede prijs? Ja, dat ziet er mooi uit. Dat ziet er mooi uit, hè. Kijk, dan ben ik helemaal tevreden met de prijs die ik heb gewonnen. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik vond deze oprecht heel moeilijk. Deze was echt heel moeilijk. Ja. Oh, je hebt hem opnieuw opgepakt. Waar gaat dit heen dan? Oh mijn god, helemaal daarheen. Jemig. Ik kan hier niet omhoog vliegen. Oh, dat ging net te goed. Ik dacht dat ik dood ging. Ik dacht echt dat ik dood ging. Au. Voorzichtig. Okay. Ik ging ook bijna dood. Hey, een panda. Ja, die staat hier de hele tijd al. Hij zit waarschijnlijk vast. Sinds dat ik hem heb gemaakt, staat hij hier. Wacht, ik ga hem even wat bamboe geven. Kijk, hier. Alsjeblieft, eet het lekker op. Ja, goed zo. Blijft leuk dat panda's dit kunnen doen. Ik ga naar huis. Wat een leuke game namens Julian, jongens. Ik vind het serieus echt heel leuk. Laten we dat voor vandaag dan even stoppen met de geocache. Omdat anders doen we er te veel. En dan kunnen we misschien volgende aflevering kunnen we de extreem doen. En die aflevering daarna de ultra. Want ultra lijkt als ik dit al niet gewoon normaal kon vinden, dan vraag ik me af wat die volgende wel niet gaat. Hoe moeilijk die gaat zijn. Zie, we hebben nog een expert level en een ultra level. Ja, dit was spannend. Maar het is me gelukt. Ondanks de spanning is het me gewoon gelukt. Kunnen halen. Ik moet wel even wat nieuwe leuke prijzen kopen dan voor de volgende die meedoen. Ja. Het enige is mensen die mijn video's kijken, die weten waar het is. Dan moeten ze dat, ja. Ja, dan moeten ze gewoon niet de video kijken. Oh ja. Gewoon wegkijken. Gewoon wegkijken op het moment dat jullie die schat aan het zoeken waren, jongens. Ja. Anders heb je gewoon elke keer gratis mijn schat kunnen ze ophalen. Dat is ook stom. Klopt, ja. Ja, maar daarom doe ik niet elke. Ik hou het bewaard ook zo makkelijk en zo. Ik doe van elke doe ik 1, weet je. Hier, ik ga zo meteen een expert of volgende keer een expert en een ultra doen. Hoe is het met Post Pizzeria? Ja, goed. Ik ben al bezig geweest met een ontwerp. Echt? Dus, ja, daar ga ik wel mee aan de slag. Oké, nou succes. Alright, jongens, dan nu is het tijd om de netherite die ik heb even om te bouwen tot netherite ingots. Want ik wil namelijk mijn bodybatser en de toetentovenaar wil ik weer even normaal maken. Want die zijn nu nog van diamond, maar dat is een beetje skeer, eerlijk gezegd. Dus laten we deze 3 meenemen. Eerst eventjes nog wat eten kopen, namelijk 1, 2 en dan 1, 2. Lekker hoor. Zo, dan hebben we weer nieuw voedsel gekocht. Dan heb ik als het goed is nog... Oh mijn god, nee. Nee. Oh jawel. Ja, niks aan de hand. Ah, niks aan de hand. Jongens, ik heb als het goed is letterlijk precies nog 5 netherite scraps in mijn kasteel hier zitten. Volgens mij hier. Oh, het zijn er 4. Nee. Waar is die 5e dan? Waar? Ik dacht dat ik er 5 had. Oh mijn god, volgens mij heb ik er eentje prijs gegeven in zo'n geocache. Heb ik dat serieus gedaan? Heb ik dat serieus gedaan? Dan voel ik me zo stom. Oh, want anders had ik nu namelijk gewoon precies 2 netherite ingots kunnen maken. Niet heel slim van mij dit. Maar goed, laten wij eventjes dit omtoveren tot... Kijk, ja, ik kom nu 1 tekort.
net weer te kort, hè. Maar goed. Die gaan we dan. Moeten we even naar Barry, de blacksmith. Barry, lang niet gesproken. Kom er weer aan, jongen. We komen hier weer even opzoeken. Wat is dit? Oh, dit is trouwens van Anne. Dat had ik al gedaan. Trouwens, die moet ik dan even op de begraafplaats achterlaten. Al mijn spinnenwebbetjes. Waar is hij? Hier, kijk. Dan doen we de Barry-batser. Oh, hij repareert zelfs een beetje. Hoppakee. Dankjewel, Barry. Oh mijn god, dit is de Barry-batser bij de Barry de blacksmith. Daar heb ik niet eens over nagedacht. De Barry-batser. Wat goed. Goed, laten wij die de kopwebs die ik een paar afleveringen geleden heb gekregen van Anne. Shout-out Anne. Laten we die even plaatsen op de begraafplaats, want daarvoor wilde ik ze. Maar waar gaan we dat doen? Ik denk gewoon een beetje rennen. Wat is dit? Rip alle beesten hier, meer van de kraam op het plein krijg je plezier. Wie heeft de promotie geplaatst op de begraafplaats? Hallo, het is een begraafplaats. Dan ga je toch geen promotie plaatsen van je kraampje, dat jij een nieuw kraampje hebt geopend. Wat een disrespect naar alle beesten en dieren en dingen die hier liggen. Een beetje je winkeltje promoten, hè? Dat kan echt niet. Dat kan echt niet, jongens. Volgens mij is het Julian geweest. Julian heeft gewoon zijn winkeltje zitten promoten. Het lef, het gore lef dat hij heeft. Het voegt trouwens wel veel toe, al die kopwebs hier. Het voegt serieus echt een beetje een duister iets toe. Jij bent te veel, ga weg. Oh mijn god, dit duurt lang. Dit duurt lang, heb je zwaard vanaf, heb ik geen geduld voor. Doei. Dan is dit ook weer helemaal gedaan. Hebben we een beetje kopwebs hier en daar toegevoegd. Dat voegt, ja, voegt veel toe. Heel veel voegt in deze zin. Hier toegevoegd en dat voegt veel toe. Voegen, dag. Wat een goede progressieaflevering is dit, hé jongens. Oh, wat ben ik blij met het resultaat. Au. Van dit gewoon hier. Oh, dit ziet er zo goed uit. Het ziet er zoveel gezelliger uit ineens. Laten wij een nieuw kraampje claimen en daar dingen gaan verkopen. Ik denk dat ik die oranje daar wil claimen. Maar wat ga ik verkopen is de vraag. Wat is iets dat mensen altijd nodig hebben, maar ook weer altijd tekort komen? Oh, ik heb een idee. Blaadjes. 2 stack is 1 dia. Ik ga blaadjes verkopen. Maar wat gaan we nog meer verkopen bij de blaadjes? Weet ik nog niet. Winkel van Makkoes. Oh, Makkoes. Zo. Heb ik eigenlijk even glow insects nodig. En ik denk niet dat ik die heb. Helaas. Oh, oh, wat gebeurde er? Ik werd er een keer weer terug naar boven getapeet. Volgens mij had ik lag. Maar het voordeel is, jongens, ik ken een heel goed plekje waar glow inktvisjes altijd soort van een einde maken aan hun leven. Dan zie je onder de begraafplaats de grote grot in. Dan moet ik heel voorzichtig zijn. Dan helemaal hierheen. En dan helemaal hier naar beneden. Kijk, dan komen we hier terecht. Want hier, als het goed is, hoef ik even te wachten. En binnen... Ik ben gecrashed. Ik ben uit de server gekikt. Daar zijn we weer. Alleen we staan hier nu. Maar dat... Mijn katten! Ah, wat doen jullie ineens allemaal hier? Jongens, rustig aan. Wat doen jullie ineens allemaal hier? Huh? Oh mijn god. Oh, mijn katten zijn hier. Jongens, terugkomen. Niet wegrennen. Niet wegrennen. Nee, 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 pas op. Jopie. Jopie. Bassie. Dikkie Dik. Oh, mijn god. Zijn jullie klaar voor een vlucht? Oh, wacht. Katten TP trouwens volgens mij gewoon mee. Volgens mij hoef ik die niet aan een lead te hebben. Ja, kijk, daar zijn ze allemaal. Hallo, jongens. Wat gezellig dat jullie niet allemaal bij me zijn. Wat een gezelligheid. Maar waarom zijn jullie hier? En de leads moet ik wel hebben om jullie daar weer vast te zetten. Hoe kan het ineens dat allemaal katten naar me TP'en? Kijk, we hebben hier Potlood. Potlood is de enige brave kat van jullie allemaal. Ons de beurt een treintje in. Ja, goed zo. Vorm maar een treintje. Hierheen komen. Juist. Nee, hierheen. Ik zeg toch hierheen. Kom, jongens. Kom. Goed zo. Doen we hem weer dicht. En dan wil ik jou hebben, Toeten. Ik wil jou hebben, Dikkie Dix. Kindje van Toeter en Bassie. We zetten jullie allemaal hier aan vast. Zo. En jullie blijven hier, hè? Potlood, neem een voorbeeld aan Potlood. Oké, terug naar de grot. Oh, daar gaan we. Daar gaan we. Ik moet het nu nog een keer doen. Ik was er eindelijk doorheen. Oh mijn god, ik heb het gevoel dat ik dood ga. Oh, rennen. Of rennen, wat zeg ik nou? Vliegen. Oké, nu poging 2. Wachten tot de vrolijke squids een keertje een einde gaan brengen aan hun leven. Kijk, daar komt er al eerste. Toenk. Daar is hij. Nou, dan gaan ze hier meestal dood. Maar ik versnel het proces wel even door ze gewoon zo te doden. Ik wacht wel op de volgende. Kom maar. Jopie, wat doe je hier? Het is veel te gevaarlijk voor jou hier, Joop. Dit is allemaal lava. Jopie. Oké, blijf alsjeblieft op je plek. Spring niet de lava en ik smeek het je. Ik kan niet nog een dieren dood aan. Ik ben al te veel dieren verloren. Kijk, daar is de volgende weer. Nee, ik wil je doden, want dan krijg ik volgens mij meer. Niet uit jezelf doodgaan. Toenk. Juist, nu hebben we er al 6. Kijk, daar komt de volgende alweer aan. Toenk. Hier pleegt gewoon zelfmoord. Hij gaat letterlijk gewoon dood op de grond. Ik zie er daar weer een, maar die is misschien wel... Hé, hey, diamonds, hè? Huh? Wat? Hoe heeft nooit iemand die nog gevonden? Ik heb ook geen zin om die te halen, hoor. Maar hoe heeft iemand die diamonds daar nog nooit gevonden? Toenk. Zo. 9 glow insects. Nou, ik vind 9 wel goed. Laten we weer omhoog vliegen. Even de uitgang veilig zien te vinden. Volgens mij hierheen en dan hier weer tussendoor omhoog. Hè? Oeh, ja. Kijk, dan komen we zo weer in mijn stad uit. En dan hoeven we alleen nog maar ook even een kleurtje te pakken. Een dye. Dus dan moeten we even terug het kasteel in. Waar verstop ik die altijd? Zullen we magenta dye doen?
Purple. Ik vind purple daar wel leuk. Ik ben trouwens nog niet klaar met dit gebied hoor, jongens. Er moeten ook nog dingen in het water komen. Rotsen, misschien grotere boten. Het leek mij leuk om misschien hier een gave grot onder te maken. Dat hier in het midden of daar of zo een opening zit met dan een grot, weet je. Dat kunnen we... Waar zijn mijn bordjes heen? Mijn bordjes zijn weg. Hier, dit heb ik toch gewoon geplaatst. Blaadjes. 2 stack is 1. Dia. Tonk. Tonk. Hoppakee. En dan hier. Winkeltje van Moeks. Tonk, tonk. Winkeltje van Moeks. Oké, hoppakee. Dan hebben we een nieuw winkeltje. Dan wil ik hier blaadjes verkopen. Zal ik even kijken. Ik heb als het goed is nog best wel wat blaadjes ergens liggen. Blaadjes moet ik even vinden. Kom op. De meeste mensen gebruiken namelijk wel blaadjes. Oh, die liggen dan misschien ergens hier. Maar de meeste mensen gebruiken wel blaadjes. Alleen het is altijd zo'n gedoe om ze te krijgen. Ik wil helemaal op pad ervoor en weet ik veel wat. Kijk, daar zijn ze. Mijn blaadjes. En ik ga er niet heel veel aan verdienen. Maar het is wel leuk om gewoon te verkopen, weet je? Hier zo. Dan ben ik benieuwd of dat binnenkort een keertje verkocht wordt. Die halen we eruit. Dan heb ik stacks gewoon. Die doen we even netjes. Sorteren. Kijk, op deze manier kan ik het een beetje netjes sorteren. Ik heb ook nog dark oak leaves. Die moet ik dan even hier doen. Althans, dat is gewoon niet genoeg om te verkopen. Omdat ik per 2 stacks, zoals je hier ziet, verkoop. Misschien dat ik dan hier gewoon lege kopwebs in doe. Zo. Om het patroon een beetje aan te houden. Kijk, zoals dit, weet je. Dan kunnen hier nog leaves... Ik moet die leaves even regelen. Laten we dat gewoon gelijk even doen. Mijn ijzer is op. Dit is officieel mijn laatste ijzer. Dat ik allemaal uitgegeven aan schaartjes. Maar het is op. Poppen de pop pop. En dat is niet heel handig. Misschien kan ik wat ijzer lenen bij de bank. Wanneer die open is. Dat ik dan diamonds kan betalen. En daarvoor wat ijzer terugkrijg of zo. Geen idee. Ik weet niet hoe Fred daarin handelt. Misschien dat ik emeralds moet betalen in plaats van diamonds. Want Fred houdt van groen. Lekker een beetje blaadjes zakken voor mijn nieuwe winkeltje. Hopelijk koopt iemand wat. Maar waarschijnlijk niet zoveel. Maar... Nou trouwens, ik denk dat best wel. Ik denk dat dit winkeltje best wel snel uitverkocht gaat zijn. Want mensen denken: wow, vet veel liefst. Dat wil ik gebruiken voor mijn details in mijn gebouw. Of weet ik wat allemaal. En dan boem, koop het helemaal leeg. Ik denk vooral Flora en René. Dat die dat vooral heel leuk vinden allemaal. Zo, al mijn schaartjes zijn op. Dan kunnen we nu gelijk verder gaan. Om al deze dark oak leaves eventjes een mooi plekje te geven in mijn nieuwe winkeltje. En wat ik mij besef. Mijn kat Jopie, die was in de grot. Maar sinds ik boven ben, is hij helemaal niet teruggeteleporteerd. Dus volgens mij zit Jopie nog steeds vast in de grot. En dat vind ik best sneu en best zielig. Dus laten we, zodra we dit gedaan hebben, snel Jopie terughalen. Hier, kijk. Zo, zo, zo. Dan worden ze per 2 verkocht. Hetzelfde ga ik denk in deze doen dan. Zo, en dan doen we deze weer leeg. Zodat het overduidelijk is dat het zo bedoeld is. Dan kan je per 2 weer kopen. En dan... de rest hou ik gewoon voor mezelf. Kijk jongens, dan kan je hier lekker je blaadjes kopen. Koop ze nu! Oké, maar goed, laten wij Jopie even teruggaan. Daarvoor heb ik een lead nodig. Maar, hè, hoe kan... Ik snap niet hoe Jopie weer teruggetapeet is. Ik dacht dat hij gewoon hier was. Bij de rest. Nee, hij mist wel echt. Arme Joop. Ik heb een lead kunnen regelen. Laten we even kijken of hij nog in de grot is. Wat sneu eigenlijk. Kom maar aan, Jopie. Als ik hier land, tapeet dan namen. Nee, waar ben je? Oh, daar ben je. Hij is getapeet. Oh, meestal hoe het werkt met katten, jongens. Als je weer in de buurt was, dan komt dat tapeet ze weer naar. Dus waarschijnlijk was ik gewoon te ver weggevlogen voor hem om naar me te tapeten. Als ik nu hier bijvoorbeeld hier naar buiten ga en dan hier even land. Zodat tapeet als het goed is. Ja, daar is hij weer. Kijk, en dan nu is het niet meer te ver om helemaal hierheen te gaan. Want Jopie... Is er weer. Oh, Jopie, laat me niet meer zo schrikken, oké? Okay? Blijf maar lekker bij de rest. Ik kan ze helaas niet laten zitten, jongens. Ik snap niet waarom. Ga Is er nog hout gekocht in mijn winkeltje? Ja, er is weer meer hout gekocht, jongens. We zijn weer een stukje rijker. Er ligt nog genoeg in. Ik hoef nog niet bij te vullen. Glas is wel leeg. Maar ja, ik heb zelf ook geen glas. Dus dat is een beetje een probleem. Misschien dat ik die volgende episode wel weer helemaal ga bijvullen. En laat in ieder geval de 13 diamonds weer hierin doen. Kijk hoe rijk we zijn inmiddels. Oh, we houden de diamond stack wel lekker hoog, hè jongens. Maar goed jongens, dan ga ik voor nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Er is veel progressie gemaakt. Echt heel veel details. Kom nog veel meer aan. Maar in verband met de vakanties en dat ik zelf ook weg ben. Terwijl jullie het kijken, ben ik letterlijk weg. Heb ik gewoon iets minder tijd. Dus vandaar dat er misschien iets minder progressie is dan normaal. Ik weet het niet of dat zo is, maar dat kan. Maakt niet uit. Dankjewel voor het kijken. Kijk nu lekker het vorige content Veendeel. Hierin is er ook allemaal leuke dingetjes zijn er gebeurd. En weet ik vooral met Fred, met de bank, met Frank de FBI-agent. En verzin het. Maar voor nu spreek ik Paat Glaasje Water. Tot de volgende keer. Yo!